Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Je vraagt je ongetwijfeld af, Kelvin, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Dit is een grote paprika. Nee, hij is niet eetbaar. Ik heb een hele leuke vriendin, zij heet Nina. En wij zijn smoor verliefd op elkaar. Is echt niet normaal. Ik denk dat we inmiddels 18 kinderen hebben. Het zijn echt fantastische kinderen. Nee, dat is een grapje. Soms gebeurt er iets waarvan ik niet precies weet waarom het gebeurt. Maar op een of andere manier zijn andere mensen ermee bezig. En ik weet niet waarom. Yeah, I don't know. Het is Nina wel eens overkomen dat zij op een of andere manier werd benaderd door vrienden of familie die zeiden: hey, sinds wanneer heb jij Tinder? Hey, sinds wanneer zit jij op Happn? Hey, sinds wanneer zit jij op Badoo? Oftewel, allemaal van die apps waar je zeg maar profielen hebt en dan dat je dan kan chatten met iemand. Maar op een of andere manier zijn er dus mensen die neppe accounts aanmaken uit naam van Nina. Laatst ook weer: ik zoek iemand die mij blij kan maken, want I'm a piece of shit, haha. En je moet ook kunnen koken, want ik bak er niks van. Oh ja, en ik drink mijn tranen weg, lol, ik ben vrijgezel, biseksueel, 170 centimeter, slank, bruin haar en blauwe ogen, woon met kamergenoten. What the fuck is dit? Dit kan je toch niet doen? Je kan niet zo onaardig zijn, man. En nou hoor ik jullie al denken: oh Kelvin, je bent echt fucking hypocriet, want je gaat ook zelf altijd als andere mensen op Tinder. Ja, dat is wel waar. Maar ik vraag wel altijd die mensen of het mag. Weet je, ik vraag altijd wel eventjes netjes om toestemming, maar deze mensen doen dat niet. En dat vind ik best wel erg. Nu vraag je af: hey Kelvin, waarom vertel je al deze dingen? Nou ja, het heeft ertoe geleid dat ik de volgende video heb bedacht in het brein van mij. En het is een fucked up brein. Dus pas op. Dit wordt weer een rare video. Kan niet eens praten. Kun jij erachter komen of jij daadwerkelijk chat met de persoon die het profiel zegt dat het is? Ik weet niet of dat helemaal klopte, maar dat is het idee. Kan niet eens praten. Yes. Ik ga praten op Facebook met bepaalde soorten mensen. Dat zijn een aantal mensen. Ik geef mezelf ongeveer 5 minuten om erachter te komen of het daadwerkelijk die persoon is. En vervolgens komt die persoon door die geweldige deur lopen. En dan kom ik erachter of ik het goed had of niet. En tegelijkertijd kunnen jullie meekijken met de camera, want de persoon zit gewoon in een andere kamer. De eerste persoon met wie ik ga praten, en jullie weten natuurlijk allemaal precies wie het is, en ik ga het alsnog eventjes één keertje vertellen, namelijk Sophie Milsink. Hey! Hallo! Hey mensen, zijn jullie er klaar voor? Ik ga lekker, oh, ik zit lekker op Facebook, wow! Ik ben in één keer bevriend met Sophie Milsink. Maar is het wel de echte Sophie Milsink? Nou, laat ik daar even achter proberen te komen. Doen jullie lekker mee? Hoi! Oké, we beginnen het gesprek rustig. Oké, ze is aan het typen. Oh, ze zit er klaar voor. Hey Kel, oké, hoe is ie? Lekker gedanst? Nog laatst? Kijk, ik weet, Sophie danst. Weet je, dus als ze nu zegt: hey, ik heb geen flauw idee waar de fuck je het over hebt. I got this already, man. Dan heb ik hem gewoon onder controle. Ik heb trouwens even 5 paprika's hier, hoor. Nee, even naar H&M geweest. Oh, oké. Dit is shit aan het ondermijnen. Nee, dat is niet erg. Oké, wat heb je daar gekocht? Lekker outfitje? Uitverkomen. Dit is zo... Oh, vertel me meer. Is je navel zichtbaar? Zwartste gouden biesjes. En ja, met navel. Wie is je favoriete YouTuber? Ik neem nu een smoothie. Oh, maar ze is sowieso aan het liegen. Als ze nu zegt Calvin, dan is ze: nee, nee, dit is sowieso... Nee. Dit is niet Sophie. Dit kan niet. Sophie had waarschijnlijk gezegd: oh, Laura Pontecorvo, man. Ik vind haar echt leuk. Ik meen iets. Ja. Oké, nu komt het op het punt aan. Kijk, weet je wat het is, mensen? Op een gegeven moment, als je twijfelt of iemand daadwerkelijk de persoon is, dan kun je 2 dingen doen. Of je kan vragen: hey, stuur even een foto. Maar dan zou het hele idee van de video zou voorbij zijn. Dus dat zou een beetje gek zijn. Tweede idee is om een persoon een vraag te stellen. Een vraag die alleen de daadwerkelijke persoon weet. Ik ga Sophie nou vragen: wat is je favoriete muziekgenre? Cause I know what this is. Kijk, ik weet waar Sophie lekker op... Funk. Dit is niet waar. Oké, dan ga ik een kritische vraag stellen. Waarom doe je aan YouTube? Ik stiekem doet Sophie het gewoon voor het geld. Dus als ze nu zegt voor het geld, dan weet ik zeker dat zij het is. Ja! Voor de fun. Oké. Mensen, ik ga mijn keuze maken. Ik denk dat ik met de daadwerkelijke Sophie heb gepraat. Ik denk dat Sophie echt hier is. Sophie, ben jij dat? Nee! Hallo. Hallo, wie ben jij? De bovenbuurman. Jacques de bovenbuurman. Ja, ik hoorde hem al schreeuwen. Ik denk, ik ga even terug babbelen. Ja, maar je hebt best wel een tienermeisje, zeg maar, van binnen. Ben je misschien best wel, je kan hem best wel goed. Ja, ik weet niet wie Sophie is. Oké. Dankjewel. Speciaal omdat je hebt meegedaan aan de video vandaag en dat je mij even lekker in de maling hebt genomen, krijg je van mij een paprika. Eet smakelijk, Jacques. Dankjewel. Ik ga door naar de volgende. Oké, wens je veel succes. Jullie ook. Oké, mensen, jullie hebben het gezien. Dat ging fantastisch. Ik ben expert op dit gebied.
kan niet eens praten. Ik heb het gevoel, kijk, Sophie ken ik niet extreem persoonlijk. Ik weet wel gewoon wie ze is en hoe ze doet en hoe ze eruit ziet en hoe ze ruikt en zo. Maar Quinten, dit moet ik weten. Fucka. Ga je lekker, bro? Ja, kijk, zo praten matties met elkaar. Hij gaat niet lekker. Oh, kak. Why? Brak is al geestig. Kijk, dit komt wel in de buurt van iets wat Quinten inderdaad zou zeggen. Kijk, ze hebben schaar gedaan of zo? Nee, man. Was helemaal lijp. Vechtpartijen en shit. Helemaal bebloede lip en voorhoofd. Dit is mijn strategie. Ik doe niet aan vechtpartijen en shit. Waar? Damsko? Nee, Alkmaar. AZ-stadion, man. Waren van die domme guys, toch? Die gingen slaan en shit en zo. En toen ik pak een hamer. Heb je nog kusjes gegeven aan meisjes laatste tijd? Ja, kijk, dit is even... Ik ga nu even een ander pad bewandelen. Ik ga gewoon even op een hele gekke, domme... Waarom? Hij stuurt gewoon puntjes. puntje, bro. Je weet niets. Ik had niet eens 5 minuten nodig om te ontrafelen wie dit was. Namelijk, ik ben er heilig van overtuigd dat dit Quint is. Quinten, kom eens even. Hey, man bro. Ja man, maar er was geen twijfel over mogelijk, man. Omdat je meedeed, heb ik hier deze voor je. Dit is letterlijk mijn breakfast, hè. Eet smakelijk. Have a nice breakfast. Hey, later, piek. Mensen, jullie hebben het gezien. Ik kan dit. Lekker bezig. Ik weet niet waar al die paprika's vandaan komen. Ik heb echt elke keer weer een nieuwe. Ik ga gewoon door met de volgende. Namelijk, de volgende persoon is Brandon McCoy. En je vraagt natuurlijk af. Hey, Kelvin, wie is Brandon McCoy? Ik heb geen flauw idee. Wow, Brandon, man. Je bent wel... Wow, je bent wel zo die guy, toch? Je bent wel echt die man. Ik ga aan Brandon vragen. Yo, Brandon. Lekker baardje, man. Kijk, ik heb nog nooit een man proberen te versieren. Ik weet niet precies hoe dat moet. Hij is een type. Hij is niet zo snel. Hij is geen snelle type. Hey, man. What's up? Oh, is hij? Zou die Amerikaans zijn? You talk English or Nederlands? Gewoon allemaal paprika in mijn keel. Only English. Oké. Dit wordt interessant. Ik ga er even achterkomen wat daadwerkelijk zo is. Oké. Where are you from, Piggy? Kijk, hij verstaat me toch niet. Je hebt nou al 2 keer getypt en stopt gewoon net aan het typen. Je bent spelletjes met mij aan het spelen. I am from America. Dit is echt... Je hebt er zo lang over gedaan om letterlijk de woorden I am from America te typen. And you? Groningen! Where in America are you from, bro? Texas? Maryland. Oké, hij heeft het. Of het is een Hollander die heel goed zijn research heeft gedaan. Of het is een daadwerkelijke Amerikaan. Maryland. Brandon, doe even. Hey Brandon, doe even normaal. Typ gewoon. Typ iets. Voetbal. Daar deed hij dus. Deze man heeft letterlijk een minuut gedaan om het woord voetbal te typen. Brandon, ben je gek, joh? Ik zal jullie vertellen, ik heb geen flauw idee. Oké, bij Sophie dacht ik dat ik het wist, dat was fout. Bij Quinten dacht ik dat ik het wist, dat was goed. Oké, Brandon, ik denk dat het de echte Brandon is. Ik zeg ook maar wat. Ik doe het op basis van het feit dat hij een foto heeft in Amsterdam. Brandon! Hey Brandon, grap! Kom even hier! Wow! Holy shit! I'm Brandon. So how was the a good talk? Great. Kan niet eens praten. Good yeah, time. The thing is, I don't know how to talk like a guy. So I was like, okay, yes, guys bro. Always say bro, or man. So I actually didn't know how to talk. Voor de mensen die niet weten, dit is Josse en dit is de grote liefde van Peter. Ze komt niet uit Maryland trouwens. Komt uit. Costa Rica. Hey lieverd, omdat je mee wilt doen, heb ik hier lekker een presentje voor je. Eet smakelijk. Dankjewel. Oké, mensen, het is alweer tijd voor de... Oh, vol in mijn balzak. Het regent paprika's bij mij thuis. Het is echt niet normaal. Kijk, ik begon de video natuurlijk met het bericht dat bij Nina wel eens neppe profielen werden aangemaakt. Vandaag is het zover. Ik ga 5 minuutjes met Nina Waring praten via Facebook Messenger om erachter te komen of de daadwerkelijke Nina het is. Of dat het gewoon een of andere oude man is, net als Jacques net. Hallo. Dat kan ook. Hey, lieverd. Lekker geslapen? Dit is hoe een gemiddeld gesprek tussen mij en Nina gaat. Er wordt nagedacht over wat er gezegd wordt. Hey Kel, ik ben niet... Dit is omgekeerde psychologie. Wat moet ik hier nou mee? Hey Kel, ik ben niet Nina. Oké, thanks. Ik mis je. Oké, nu gaan we op het sentimentele inspelen. Gaan kijken wat ze hierop zegt. Als ze zegt, ik mis je ook, dan is het sowieso niet Nina. Ik bedoel, dan is het wel Nina. Oké, wil je... Dit kan toch? Dit slaat nergens op. Dit slaat letterlijk nergens op. Oké, wil je seksen?
Maar ik weet niet of jij wel de echte Nina bent. Houd je van me? Kijk, dit zijn die kritische vragen. Ik zeg, hou je van me? Als zij nou zegt, hé, leuk. Kijk, dan is het, als ze zegt, ik hou ook van jou zielsveel tot het eind van de wereld en terug. En tot Trump China binnenvalt. Dan weet ik dat het Nina is. Dat zou precies een Nina antwoord zijn. Ze is aan het typen. Ik vind het wel spannend. Moet gewoon afwachten. Ik ben het wel, boy. Natuurlijk hou... Sowieso niet Nina. Ik heb nog nooit boy horen zeggen met drie i'en. Wat ben je nou aan het doen, Niem? Heb je mijn Calvin Klein horloge gezien? Wanhopige poging om iets persoonlijks te zeggen. Om te laten lijken alsof het daadwerkelijk Nina is. Hoe heet je kat? Ja, kijk, dit is de kritische vraag. Wat is de naam van je kat? Ik weet het namelijk. En Nina weet het ook. Maar de wannabe Nina... I'm not sure. Ik weet het niet. Ik wil dat liever privé... Ja, dit is echt de domste shit ooit. Oké, geef niet. Pip 2... Oh, nee. Nee. Echt toch op het detail het goede antwoord. Nee, dit is wel moeilijk. Ze weet toch de naam van de kat. Nina is spelletjes aan het spelen. Ik denk dat mijn keuze valt op het feit dat de persoon met wie ik net heb gepraat niet de echte Nina is. Dat weet ik gewoon op basis van een aantal dingen, op de manier waarop ze bepaalde dingen zegt. Hey Nina, kom even gezellig hier, joh. Leuk, joh. Kom even gezellig lekker chillen. Hey! Ja, nee, ik wist gewoon. Er waren gewoon allemaal kleine dingetjes waarvan ik weet dat het niet Nina was. Maar ik wist gewoon op het moment dat ik vroeg hoe heet die kat, dat iemand ging opzoeken hoe de kat heet. Maar ik had het wel goed. Ja, yeah, mensen. Nou, ik weet niet of jullie. We hadden gewoon Nina geappt. Hier, cadeautjes. Geniet ervan. Ja, we hadden Nina geappt, hoe heet je kat? Echt? Ja. En hoi! Conclusie van vandaag is dat het dus best nog wel lastig is om erachter te komen of iemand daadwerkelijk de persoon is met wie je praat of niet. Mocht je nou ooit in een situatie komen waarin jij op een of andere manier slachtoffer bent van identiteitsfraude, want zo noemen ze het, dan kun je terecht bij de politie. De politie heeft namelijk een website genaamd www.vraagatdepolitie.nl en daar kun je antwoorden vinden op allerlei vragen omtrent bijvoorbeeld in dit geval identiteitsfraude, maar ook over drank en drugs en over wapens en over boetes en wat dan ook. Dus www.vraagatdepolitie.nl. Het linkje van de website staat in de beschrijving. En wat ook in de beschrijving staat, is een playlist van video's waar andere YouTubers ook omtrent het onderwerp politie video's hebben gemaakt. Dus dat kun je checken. Check het allemaal in de beschrijving. Geniet van elk paprikaatje wat je hebt. Dit is de grootste paprika die ik ooit heb gezien.